Javier, we zijn hier op Utopia-eiland in Almere. Vertel eens, wat doen jullie precies? Op Utopia-eiland laten we zien hoe je ecosystemen kunt herstellen en tegelijkertijd voedsel kunt verbouwen. Dat doen we in 3 landschappen. En eentje daarvan, zoals je hier ziet, is het agroforestry-perceel. En daar combineren we bomen of struiken met akkerbouw of veeteelt. Kijk, en dat is dus inderdaad ook samen met partners? Nou, we hebben ten eerste een gemeenschap van vrijwilligers die we aanleggen en beheren. We hebben studenten vanuit Wageningen, maar ook vanuit Eros Hogeschool, die met ons ook onderzoek doen. En we zijn met partners bezig om ook producten te maken en ook ontwikkeling te doen daarin, zodat we de hele keten onderzoeken. Daarnaast, wat we hier leren, passen we ook toe in het programma met Boeren leren van boeren, waarbij we bij boeren een ontwerp maken. En daarmee hebben we een oriëntatiegroep die ook bij ons komt meekijken, dat we ook hun kunnen inspireren om hun eigen perceel ook dingen te gaan ondernemen. Kijk aan, dus dit is echt ook een kwestie van kennisoverdracht, wat hier ook hier plaatsvindt in feite. Ja, zeker weten. En vooral om te kijken hoe kunnen we uit de praktijk, het boerenbedrijf, die innovatie in gang zetten, dat dit veel gewoner gaat worden dan het nu al is. Ja, dat is natuurlijk wel echt het mooie aan Flevoland, hè? Dat we dit soort plekken hebben waar wij met elkaar, met partners, dingen ontwikkelen. Waarbij landbouw en natuur ook samenwerken om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En agroforestry, ook binnen het Flevolandse beleid rondom onze bossenstrategie, is daar echt een belangrijk onderdeel in voor de toekomstige ontwikkeling van de landbouw. En het is geweldig dat dat hier ook hier in Almere op Utopia-eiland een plekje heeft.